Kan snel gaan. Van de bank naar aanvoerder, binnen de lijnen, titel ophalen, even vandaag nog. Fantastische avond toch? Ja, fantastische avond. Ja, dat is genieten. Sinds, ja, je wist natuurlijk al even dat je ging spelen, maar er waren meer wijzigingen vandaag. Was het dan aanpassen op het laatste moment? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd een aanpassen. Als je gewoon in een goed draaiend elftal dan gewoon drie posities moet wisselen, dat is eigenlijk niet makkelijk. Maar je zag vandaag wel hoe sterk eigenlijk dit elftal kan zijn, hoe goed het in elkaar zit, dat je gewoon dat eigenlijk niet opvalt, dat je gewoon kwalitatief weer gewoon een hele goede wedstrijd neerzet en overtuigend wint. En dat is gewoon een heel groot compliment wat aan iedereen binnen deze selectie. Hoeveel gewicht zit eigenlijk om die aanvoerdersband dan? In de zin van, besteedt de trainer daar veel woorden aan dan? Want de echte aanvoerder, de eerste aanvoerder valt uit in de warming-up. Dan valt hij op jou terug. Hoe gaat dat dan? Ja, hij vroeg me even voor de wedstrijd of ik het wilde doen. En voor mij was het prima. Ik was natuurlijk ook al gewend van vorig jaar. Het is dan even een andere positie waar ik in zit. Maar ik doe het gewoon graag. Ik doe het gewoon met trots. En ik denk dat het vandaag ook overkwam. We hebben het er onlangs over gehad, hè, dat je andere rol hebt, even daarin schikken. Is het dan fijn om dan wel, neem aan dat het toch een soort waardering is die je dan voelt vandaag, om die dan ook te krijgen in een wedstrijd als vandaag? Ja, zeker weten. Zeker weten. Aan de ene kant is het natuurlijk altijd goed trainen, je goed voorbereiden voor zo'n moment dat je direct kan staan. En het andere moment is natuurlijk dat de trainer dan jou ook het vertrouwen geeft in zulke momenten. En ik denk dat we allemaal, alle jongens die eigenlijk in zijn gekomen vandaag, het gewoon terug hebben betaald. En dat is gewoon hartstikke goed en hartstikke fijn. Wat deden jullie goed vandaag? Nou, ik denk dat we gewoon heel scherp hebben gespeeld. Dat is altijd heel belangrijk tegen zo'n tegenstander die goed aan de bal is. Veel jonge jongens, veel jongens die heel veel talent hebben. Dan kan je ook zomaar 90 minuten achter de bal aanlopen. En dat is vandaag niet gebeurd. Ik denk dat we heel scherp waren in de bepalende momenten. Goed waren in de kansen die we kregen. Scherp voor de goal waren. En ook goed hebben verdedigd met z'n allen. Niemand heeft het eigenlijk laten lopen. Geen moment op naar. Eigenlijk een verdiende overwinning. Klinkt als een vrij complete wedstrijd zelfs. Nou ja, het kan natuurlijk altijd beter. We hadden nog wat kansjes, die hebben we laten liggen. We hebben een tegendoelpunt gekregen. We hadden ook natuurlijk fases in de wedstrijd. Waar we het eigenlijk ook al voor de wedstrijd over hadden. Waar de tegenstander misschien dan aan de bal is. Dominanter gaat spelen. Dat wisten we. We wisten ook dat we er goed doorheen moeten komen. Dat is ons gelukt. En daarom altijd verbeterpunten. Ja, als je kijkt naar de cijfers en als je kijkt naar het publiek. Jullie hebben alle thuiswedstrijden gewonnen. Iedere thuiswedstrijd komen er veel toeschouwers bij. Bijna 10.000 vandaag. Wat doet dat met een speler, die ontwikkeling? Ja, het is gewoon heel erg fijn. Voor het seizoen hadden we ook de doelstelling uitgesproken dat we het stadion snel weer redelijk vol willen hebben. En dat gaat nu elke week beter. Maar het helpt natuurlijk ook als je als team zijnde veel energie in de wedstrijd legt. Natuurlijk ook succesvol bent. En nu zie je gewoon een heel goede wisselwerking tussen het publiek en het team op het veld. Ja. Je ziet dat we daarin gewoon steeds sterker worden, week om week. Daarom is het gewoon voor ons ook heel belangrijk dat we het stadion steeds voller en voller krijgen. En dat lukt ons nu op dit moment. En we gaan nu voor meer. Ja, want vanaf de buitenkant lijkt het erop alsof alle puzzelstukjes bij jullie op dit moment in elkaar vallen. Toeschouwers, resultaten, concurrentie die ook punten laat liggen. Het begint een beetje een afscheiding te komen langzaam maar zeker. Voel je dat als speler ook zo? Ik moet eerlijk zeggen dat we niet zoveel naar de andere teams kijken. We zijn gewoon heel gefocust op onszelf. Als je daar dan naar kijkt, naar jullie zelf, zie je daar dan ook gewoon nog steeds die stijgende lijn in? Vind ik wel. Ik vind dat we heel stabiel zijn. Dat moet gewoon de basis zijn. En als je dan zeker naar vandaag kijkt, een wedstrijd die lastig is, een lastige tegenstander, plus wisselingen in het elftal, dan zie je dat ook dat je als elftal groeit. Dat je iedereen keihard nodig hebt en dat de jongens altijd klaar moeten zijn op zulke momenten. En dat is ook een punt waar je zeker in verbetert nu. En nog een huldiging, hè, voor de periodetitel. Hoe was dat? Dat is natuurlijk even een mooi moment. Mooie momentopname. Verdiende winnaar van de eerste periode. Hartstikke goed gedaan. Nu starten we op nul. Tweede periode. En willen gewoon keihard doorgaan. Bekende grond voor de week, hè? De Koel. Ja, zeker. Mooie uitwedstrijd.